eerst dat wij starten met de gebogen rollen. Ja, ja. Deze en dus bouillon de olie. Oké. Dus voldoende olie aanbrengen. En je gaat bestaal aanbrengen in de vorm met de klok mee. Mm-hmm. Dus we starten van boven. Ja. Ja. Je mag eerst een beetje kneden, een beetje je buik een beetje inmasseren. Mm-hmm. En voldoende olie. Mm-hmm. Oké. Okay. En dan gaan we starten met de gebogen roller. Oké. Okay. Dus daar start je meestal van onder naar boven. In zijn geheel. Zo. Ja. Maar dat mag een beetje sneller zijn. Omdat we willen dat de epidermieën staan, dus een goede doorbloeding. Dan proberen we dat de huid een beetje rood wordt, dat een beetje begint te tintelen. Ja. Dus dat doe ik in pijn, dus dan maak je gerust op boven je lippen eigenlijk. Mm-hmm. Je maakt dat zelf harder dat je kunt verdragen. Mm-hmm. En dan aan de taille, dan mag je een beetje nog accentueren. Mm-hmm. Als je wil aan de taille, ja, goed. En goed aan, goed. Goed zo, ja. En is dat te zwaar, is dat te vermoeiend? Nee. Oké. Okay. Heel goed. Perfect. Ja. Dus op deze manier gaan we de voorbereidingen van de huid. En voor de vetbranden te stimuleren. Ja. Dat is ook heel goed voor de streamen. Als je streamen hebt, mm-hmm. Dat is ook ideaal als na zwangerschap bijvoorbeeld. Ah, ja. Dat is ook een heel goed instrument. Ja. Ongeveer dus tussen 15 keren met elk instrument. Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende.